Nou, daar zijn we op zich hartstikke tevreden mee, ja. Wij staan in ieder geval mooi geclasseerd. We staan, nou, 13e plek, dan rij je in principe in de punten. Nou, dat was in principe onze uitgangspositie. Klasseren en in een paar punten pakken. Dus ja, als dit continueert voor morgen, ja, dan zijn we best tevreden. Zet je banden ingereden. Je moet nieuwe banden moet je even per rondjes warm rijden. Dan even afkoelen. Even met water. En dan vervolgens kun je weer door. Dus dat is een van de acties. En de andere verhaal is, we zijn van het jaar voor het eerst weer op Assen. Dus dan nog even weer wennen. Ilse die is voor het eerst hier op Assen sinds de licentie heeft. Dus al met al reden genoeg om even voorzichtig aan rond te kijken. Ja, het is wennen. Het is heel erg anders dan de stratencircuits. We hebben natuurlijk nu twee stratencircuits gereden. Dit was het eerste echte circuit, dus het was wel heel erg wennen. Maar het ging hartstikke goed. Alle begin is moeilijk. Allereerste keer vind ik lastig, dus ik kan nu nog niet zeggen. De tweede kwalificatie ging stukken beter dan de eerste. Dus ja, ik ben tevreden, ik weet het niet. Is het reëel om te stellen dat je ook morgen in de punten rijdt? Nou, ik denk dat wij daar wel vanuit kunnen gaan. Als alles goed gaat. We hebben goed getraind. Er gebeurt niks vreemds. Hij blijft gewoon lekker stabiel. Ik denk dat hij technisch goed voor elkaar is. In principe moet het kunnen, ja.